Emiel, dat zijn veranderd. Hoezo zijn we anders? Papa! Metal will never die! We zijn vandaag op Fort Rock 2018 in Nijmegen in het Goffertpark. Kijk om je heen, alles is duister, satanistisch. Objector! Yeah! Dit is, we gaan even een kijkje nemen vandaag. U draait zich om voor deze act. Ja, gewoon omdat ik er niks aan vind. Doe er niks aan? Ja. Waarom niet? Omdat ik voor andere bands kom. Voor wie kom je hier eigenlijk? Ik Nightwish en Aelstorm. Denk vooral Nightwish voor mijn vader en mijn zuster. En Aelstorm, daar ga ik dan graag naar luisteren. Emiel, dat zijn veranderd. Hoezo zijn we anders? Is er wel anders dan een partijleider? Ja, dat is wel wat anders, ja. En je dacht van, we zijn klaar met SP, we gaan gewoon even los op het Fort Rock. Sinds de jaren 80 kom ik al op metal festivals, dus dat is nooit anders geweest. Je gaat dit jaar eigenlijk extra hard los, hè? We gaan? Ga je dit jaar extra hard los? Ja, ik hoef er nou iets minder in te houden. Dat scheelt wel. Ja, dat kan begrijpen. Nou, wat een herrie, hè? Ja. Heb je daarom die koptelefoon bij? Ja. Vind je het wel een beetje leuk muziek of zeg van alleen maar papa vindt het leuk en ik vind eigen zak aan? Ja, nee, ik vind het echt fantastisch. Vind je het fantastisch? Ja. Voor wie kom je dan? Nightwish. Voor Nightwish? Maar op jouw leeftijd zijn heel veel mensen die vinden het helemaal niet leuk, die luisteren naar Ronnie Flex. Ja, maar ik vind dit gewoon fantastisch. Wat vind je het leukste aan deze muziek? Je voelt de beat. Dat vind ik heel leuk. Maar heeft u uw dochter misschien een beetje overgehaald om het leuk te vinden? Nee hoor. Dus gewoon, die kwam zo uit de buik en op een gegeven moment was het ook een metal fan. Zij vond het heel goed en toen wilde ze ook gaan. Ze zou Nightwish komen in oktober geloof ik in Antwerpen. Dat is door de week. En dan neem ik haar niet mee. Maar ja, dit was dit weekend, dus toen moest ik. Zijn jullie niet een beetje ver weg? Ja, we zijn net even wat gaan eten en zo. Dus we gaan zo gaan we naar voren toe. Oké, okay, daar komt Aelstorm. Vinden jullie dat een beetje goede muziek? Ja, zeker weten. Dat is hartstikke goed. Is dat misschien wel de leukste band die vandaag hier te zien is? Om eerlijk te zeggen, die is wel geweest. Dat is Dragon Force. Die was echt hartstikke gaaf. En dat vind ik zelf de beste. Maar Aelstorm is zeker ook een feestje. Het is gewoon leuk. Die bad eent daar op het podium. Je hoort straks het publiek wordt hier ingesmeten en dan gaat hij zo over de handen van die mensen en het is gewoon één groot feest. Jullie willen alsmaar graag die badeend in handen krijgen eigenlijk. Ja, eigenlijk is dat wel de bedoeling, ja. Dat is, uiteindelijk willen ze hem wel weer terug hebben, weet je wel. Dus dat is een beetje leuk. Nou, dat zou ik dus niet doen. Nee, klopt. Nou, ik heb een keer een goede deal met ze gesloten. Ik zeg, joh, jij krijgt van mij die badeend terug als ik een plectrum van jou krijg. En? Toen kreeg ik die plectrum. Kom je speciaal voor iemand? Nee, niet echt. Ik vind het sowieso een heel mooi programma. Gisteren ben ik geweest, toen was ik... echt gekomen voor onder andere Creator. En die hebben het echt waargemaakt. Vond ik echt gisteren het beste optreden. Het mooie van vandaag vind ik dat er een aantal Nederlandse bands zijn. Dat vind ik echt top. Want ik vind dat die Nederlandse bands die moeten echt gestimuleerd gaan worden. Ik ben net bij Death Alley geweest. Ja, die hebben de Ster van de Hemel gespeeld. En dat is eigenlijk het visitekaartje van Nederland. Om nog meer, of eindelijk weer wat meer metal publiek te krijgen. Ben je alleen? Nee, maar ik was net even bij de jongens gebleven. En nou ben ik de groep aan het zoeken, maar dat komt vanzelf goed. Het is één grote familie hier, hè? Are you drunk? Interview. Are you drunk? Even babies. You drank a little bit beer. Hey, ik dacht dat is pensioen, man. Tomaat, gin, vodka, everything else, tequila. You're very, very drunk. No, right now not. Only a little bit tired, yeah? Oh, I don't believe that.
Waar sta je nou voor in de rij, joh? Avondag. Gaan jullie iets laten signeren? Waarschijnlijk met Betels. Die hebben nog niet gesigneerd gekregen. Maar ja. Maar je hebt overal handtekeningen staan. Jazeker. Nou, maar gauw. Je zit ook helemaal in de stemming van Avatar, of niet? Jazeker. Maar waar ga je dan zo meteen naar kijken dan? Ik denk sowieso een Eelstorm en daarna nog Nightwish. Ga je dan ook je kostuum even weer veranderen? Nee, dat niet. Daar heb ik geen tijd voor. Een interview? Ja. Waarom? Omdat ik het leuk vind, want ze komen op tv. Oké, let op. We gaan naar de camera staan en dan gaan we samen iets voor tv doen. Ja. Wat dan? Voor wie kom je? En screamen! Vind ik wel heftig. Ja. Maar je hebt een satanistisch kruis onder je oog. Ja. Waarom? Omdat het leuk is. Ja, wat vinden jullie van de hoofdact vanavond? Nou, daar gaan we voor naar huis. Waarom dat nou? dat is een geel wijf, daar hou ik helemaal niet van. Een geel wijf? Hoe gillen dan? Nou, Nightwish, als je het hebt gehoord, dan snap je het wel. Nou, ik heb het gehoord, maar hoe gilt zij dan? Nou, het is gewoon verschrikkelijk. Daar hou ik helemaal niet van. Maar wat vindt u dan leuke muziek eigenlijk? Opeth. Ah, alleen Opeth. Nee, alle death metal, maar niet met de dames erin. Nou, dat vind ik wel heel saai, zeg. Nee, vooral als ze lekker grunzen en het moet niet de pussy zijn. Niet de pussy? Nee. En er zijn mensen die we net gesproken hebben die vinden Nightwish kutmuziek. Nou, die hebben geen verstand van muziek. Nee? Nee. Wat weet je van mensen die van Ronnie Flex houden? Die moeten een gehoorapparaat aanschaffen. Oké, jullie zijn er bijna. Ja, bijna. Hoe lang hebben jullie hier gestaan? Wel meer dan een uur. Meer dan een uur, ja. En gaat dat wel de moeite waard zijn voor zo'n klein tekeningetje? Zeker. Ja, zeker. Hebben jullie al een keer een handtekening gekregen of nog niet? Nee. Nog niet. Voor wie komen jullie nog meer? Opet. Ja. En voor wie waren jullie eigenlijk, of zijn jullie eigenlijk alleen maar voor de hoofdact ook? Nightwish, Opet, Avatar, Eelstorm. Ja, dat zijn het mensen, heb ik net gesproken, die vonden het allemaal niet zo leuk, deze muziek. Die vonden Nightwish, die gingen daarvoor naar huis. Echt waar? Echt waar? Kan ik me niet voorstellen. Waarom niet? Nou ja, het is toch de beste band van de avond, vind ik. Ik doe binnenkort. Is dit een spel? Camera. Hallo. Is dit een spel? Wat voor spel? Ja, een bekertje op uw hoofd zetten. Ik weet niks van. Ik heb nooit een bekertje op mijn hoofd gehad. Nee? Nee, bewijs dat maar. Heb je er foto's van? Oh ja. Nou, het staat op film. En nu ben ik heel groot. En nu ben ik klein. Kunt u nog meer dingen doen? Nee, maar hij wel. Dan kun jij nog meer dingen doen. Ja, dat weet ik niet. Nou, laat maar zien. Misschien wel. Laat maar. Jij kunt een beetje op je ogen. Nee, ik wil iets anders zien. Laat me je favoriete dance move zien. Nee, kan ik niet. Switchen. Ik kan niet dan. Ik ga me dansen. Ik ben er klaar voor. Ja, doe dat. Doe maar. Nee, doe wat je. Nee, dan straks zo doe je pijn. Ja, nee, kom op. Doe dat kunstje. Even. Ja. Op binnen. Ik heb gefaald. Ja, nee, ging niet goed. Nog een keer? Nee, dat gaan we niet doen. Wil je nog iets zeggen tegen de kijkers thuis? Ja. Allemaal kijken! Allemaal kijken! Metal will never die! Genoeg? Dat was goed. Schoonmoeder ook niet!